band tussen Nederland en Indië heel nadrukkelijk symboliseren. Ik ben ontzettend blij dat dit onderzoek plaatsvindt. Ik moet u zeggen dat ik daar niet alleen blij mee ben, maar ik ben daar ook ontzettend trots op. En dat heeft allicht te maken met mijn culturele achtergrond, weliswaar in Suriname, maar ik vind toch dat wij hier in Nederland niet trots zijn op ons erfgoed wat verbonden is met die koloniale geschiedenis. Dat zou wat meer beschreven moeten worden, dat zou wat meer onderwezen moeten worden, dat zou wat meer dan uitgedragen moeten worden. En de mogelijkheid doet zich voor, dames, om dat dus volgend jaar op een hele mooie manier in de Vromreeks, die door Henk Kabbaksheer en zijn club Monumentenzorg neer is gezet, om daarmee aan de slag te gaan. Maar ja, hij begon ermee, ik niet. Hij heeft gezegd dat enkelen hier aanwezig ongeduldig zijn. Nou ja, wie de bal kaatst, hè? Ik ben ongeduldig. En ik moet u zeggen, meneer Ambachtseer, ik kan niet wachten tot volgend jaar. Dus dames, ik zou willen voorstellen dat u als de Wiedeweerga gewoon aan de slag gaat om mei 2013 te halen. Maar omdat ik zo ongeduldig ben en omdat ik denk, dames en heren, dat dit een fantastisch verhaal is. Dit is een geweldig mooi verhaal. Niet alleen hier voor de Tongtong Fair, maar ik denk dat we dit met het land, met de stad, maar vooral met het land moeten willen delen. Dus die ongeduld, meneer Ambachtsheer, mondt wat mij betreft uit in iets moois dit jaar. En ik zou willen voorstellen vanaf deze plek dat de afdeling Monumentenzorg aan de slag gaat, samen met deze twee dames, om in het najaar een symposium te organiseren. Een symposium over het Indisch erfgoed in ons stad. Als een soort opmaat, hè, een tweede opmaat zou je willen, naar mei volgend jaar toe. En ik zou buitengemeen plezant vinden dat wij een zodanig symposium hier in onze stad neerzetten. Misschien wel wat breder dan het Indisch erfgoed, maar dat moeten we dan maar even kijken hoe we dat zouden kunnen doen. Maar in ieder geval waarbij we... Kijk, kolonie en kolonialisme heeft natuurlijk een hele negatieve...